Nou, ik hoop dat hij nou blijft hangen. Hij gelukkig. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Anne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker en er viel iets naar beneden. En dat is denk ik dat die rek, wat ik gisteren heb gemaakt. Ja, dat dacht ik al. Nou, weer opnieuw neerzetten. Nou, ik hoop dat hij nou blijft hangen. Eigenlijk, want net zit hij al 2 keer aan toe. Dat is de 2e keer dat ik nou op heb gehangen namelijk. En hoop dat hij nu blijft staan. We gaan het zien en horen. Als het goed is, staat hij nu wel goed namelijk. Maar super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog nogmaals. Ik ben net wakker en we gaan even lekker klaarmaken om lekker wakker te worden. Ga ik ook lekker een bakje koffie zetten. Kan jij eten geven. Dus dat ga ik ook nog doen. En hoop dat die deze keer blijft hangen, die rek namelijk. Ja, zo kan jij vindt dat zo te horen. Maar dan ga ik nu even lekker wakker worden, wat ik al zei. Zo, ik zit al die tijd eigenlijk achter de computer, gewoon lekker te relaxen. En ik zat toevallig te kijken, want Rico moet vandaag boksen natuurlijk. Werken, laten we zeggen, Rico moet vandaag werken. Dus ik dacht, weet je, ik ga het even opzoeken op internet. Of zal ik, nou, ik wou niet opzoeken, want je kan niet live op tv kijken. Ik heb een lekker filmpje lopen kijken, lekker relaxed, gewoon relaxed mode. Met mijn slofjes aan. Dus vandaar. En ik zat te kijken en ik nog een onverwachts. Zie ik veel filmpjes voorbij komen van Rico dat hij moet boksen. Ja, maar ik ga daar even kijken of ik live kon kijken of niet. Ik kan het nu ook toevallig doen. Gewoon even opzoeken. Namelijk, want ik zit nu ook dom te kijken. Maar ik wil ook wel weten of die moet boksen, Rico. Hij moet sowieso trouwens wel boksen, maar hoe laat is de vraag aan tegen wie? Ja, tegen wie weet ik ook wel, maar overal is het nergens te zien waar die moet boksen. Maar ja, ik ga even wel opzoeken en kijken. En de vraag jullie af, want het is nu al 8:00 geweest. Wat heb je gegeten? Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb films te kijken. Ik heb pannenkoek gegeven, want het staat nog daar zo. Lekker ijsje lopen eten. En denk dat ik daar... Ja, ik zit nog een beetje te snoepen eigenlijk, om even te zeggen. Ik zeg gewoon eerlijk. En ik ga dadelijk even opzoeken of het kan lukken om Rico te kijken. Want als het goed is, moet dat te zien zijn. Want ik heb wel eens gezien dat er een te live is op tv. Uur geleden. Tegen wie moet hij ook weer? Dan weet ik hem niet meer. Live, wacht even. Dit is allemaal live. Oh, ik denk, ik ben bang dat het niet tussen zit. Nee, ik ben bang dat hij niet live zijn. Bofdikkie. Nee. 2021. Nee, ik ben bang voor niet. Want eigenlijk zou hij tegen Ben Zadik gaan. Maar die komt niet opdagen namelijk, heb ik gelezen. Helaas, pindakaas, niet te zien op de YouTube of tv. Wel is wat te zien, maar dan moet je ervoor betalen en dat ga ik niet doen. Dus ik ga nu maar even doorzoeken hoe ik of kan vinden, of kan kijken. In ieder geval, dat ga ik nu doen. En ik zit nu nog steeds lekker film te kijken en te kijken. Maar is ook een keer klaar om er lekker mijn bed in te gaan. Ik ga nog verder kijken, alleen daarna ga ik lekker mijn bed in. En Guy loopt hier rond. Maar wat ik tegen jullie wil zeggen is waarschijnlijk een korte vlog. En ik wil in ieder geval jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groeneel vlog om 1:00. En zeg ik hierbij later. Wat ik ook nu maar ga doen is eten en we gaan dus afwachten of die nu blijft hangen. Ik ben benieuwd of die nou blijft hangen of niet. We gaan het zien.
Ik ga nu even in ieder geval eten. Ik heb nog iets in de koelkast. En nog wat anders in de koelkast.